Hello and welcome. I'm Claudia Gunn and you are listening to the Multi Woman & Co podcast. Welkom bij de Multi Woman & Co podcast. Ik ben Claudia Gunn en ik heb vandaag de gast Tan Nguyen. Zij is business en life coach en richt zich met name of speciaal op de Aziatische Nederlanders. En ze helpt de community om zichtbaarder en met meer zelfvertrouwen in hun leven te staan, zowel in hun privéleven als op werk. Hey, welkom Tan. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel voor je uitnodiging. Superleuk. Graag gedaan. Ja, ik heb jou gevonden via internet, omdat ik op zoek was naar specialistische coach die zich richt op de Aziatische community. Nou, dat is deels ook vanuit mijn eigen interesse natuurlijk voor verschillende culturen, mijn eigen afkomst. En ik had er eigenlijk nooit naar gezocht. En ik was zelf bezig met een aantal wijzigingen in mijn eigen dienstverlening. En toen dacht ik even kijken of ik met iemand kan sparren, of dat er inderdaad überhaupt iemand is, een coach die zich alleen maar richt op de Aziatische community. En toen kwam ik op jouw mooie website terecht. Nou ja, en voor we het wisten hadden we contact met elkaar. Wat ik eerst aan jou wil vragen, wil je misschien jezelf voorstellen en waar we natuurlijk ook benieuwd naar zijn. Waarom heb jij gekozen specifiek voor deze Aziatische community? Yes. Hey, dankjewel, dankjewel. Zoals Claudia net al zei, ik ben Tan. Ik ben 36 jaar, ik woon in Rotterdam. Waarom ik eigenlijk voor de Aziatische Nederlanders heb gekozen, is eigenlijk wel een proces geweest. Ik ben 2,5 bijna 3 jaar geleden gestart als eigen ondernemer, als life coach. En toen ben ik gewoon wel gestart om helemaal open in te gaan, om te kijken wie het op me afkwam. En om eigenlijk ook het coachvak gewoon te gaan leren door het te doen, zeg maar. En toen merkte ik wel eigenlijk dat altijd wel bij me droeg van, hey, ik wil iets terugdoen voor mijn community. Ik wil iets terugdoen voor de Aziatische Nederlanders. Eigenlijk puur omdat ik het zelf heb gemist. In mijn reis naar mijn persoonlijke ontwikkeling, spirituele ontwakening, merkte ik gewoon heel erg dat ik de Aziaten miste. Ik miste om me heen gelijkgestemden. Ik miste om me heen dezelfde soort type verhalen waar ik me aan kon optrekken. Natuurlijk heb ik veel gehad aan mijn coaches, aan mijn trainers, mentors, die ik allemaal in de loop der tijd heb mogen ontmoeten, die mij op mijn pad hebben geholpen, op zijn of haar manier. Heb ik heel veel gehad, heel veel daarmee ontwikkeld. Alleen ergens in mij merkte ik gewoon van, ik vond het gewoon vreemd, dat ik gewoon weinig Aziaten zag eigenlijk. Toen dacht ik, hè, maar ik kan toch niet de enige zijn? Ik kan toch niet de enige zijn die tegen dit soort dingen aanloopt? En dat was me eigenlijk altijd bijgebleven, ook toen ik zelfstandig ondernemer werd als life coach. En ik denk nu 3 maanden geleden durfde ik eindelijk de stap te zetten van, hey, ik voelde me erg zelfverzekerd genoeg om deze markt te gaan betreden, om te kijken van, hey, wat speelt hier? Waar is de behoefte aan? En toen heb ik eigenlijk gewoon een soort van mijn stoute schoenen aangetrokken en gezegd, nou, ik ga er gewoon voor. Ik pak deze niche-markt. Ik ga wat terug doen voor de community. Het voelde gewoon echt vanuit mijn hart dat ik dit wilde doen. En dat is eigenlijk de reden waarom ik me richt op de Aziatische Nederlanders. Ja, oh, hartstikke. Ja, ik vind het heel bijzonder natuurlijk. En dat raakt me ook. Ik herken wat je zegt ook over inderdaad die zoektocht. En dat het opvallend is dat je eigenlijk weinig Aziatische mensen tegenkomt, althans zichtbaar, die zichtbaar zijn. Want we hadden het net ook over als je het hebt over zichtbaarheid. Ik denk, als ik heel erg generaliseer, staat de Aziatische community er met name bekend om dat ze
goed voor zichzelf zorgen, een vrij gesloten community hebben, maar wel een zelfvoorzienende eenheid zijn. Als je het hebt over hulpvraag op het gebied van coaching, mentoring of therapie, dan wordt daar denk ik nog steeds, er zit daar nog steeds een bepaalde gêne op. Hoe heb jij dat ervaren? Is dat ook iets wat jij zeg maar zo ervaren hebt? Niet alleen bij jezelf, maar zeg, om je heen? Of is dat misschien meer van de vorige generatie nog? Nee, dat is zeker nog wel van deze generatie. Ook van mij, ik ben tweede generatie. Wat ik was vergeten te vertellen is, ik ben hier gewoon in Nederland geboren en opgegroeid in Rotterdam. Mijn ouders zijn beide Vietnamees. En ik merk vooral, ik nu deze markt opga en veel gesprekken aan het voeren ben, is dat het is niet per se een taboe meer, ergens ook nog wel. Maar wat vooral een groot item is, is dat de Aziatische community het liever zelf wil doen. Het is heel erg. Kijk, als je terugkijkt naar waar de eerste generatie vandaan komt, is letterlijk uit Azië. Dus ze zijn ergens anders gepositioneerd, of het uit een economische reden is, of uit een oorlogsgebied is gekomen, of vanuit andere redenen. We zitten als Aziatische community in een ander werelddeel van de wereld. Ja. En wat dat betekent is dat de Aziatische community echt survivors zijn. Ja. Dus dat zit echt in onze DNA. En dat is wat ik vooral voel, is we doen het liever alleen. We willen het liever geen hulp vragen of aan de grote klok hangen of het extern erover hebben. We ploeteren eerst nog liever heel hard door, dan dat wij aan de bel gaan trekken. Ja. En ik heb het heel erg ook bij mezelf gemerkt, dat ik heel lang het gewoon ook zelf wilde doen. En het gekke is dat ik ook zelfs toen ik wel wist dat het makkelijk ging als je hulp vroeg, of het even uit, of even gewoon even ergens bij iemand neerleggen, of het een professional is, of dat je vrienden zijn. Mm-hmm. Daar was toch een soort een drempel onbewust van. Toch van, ja, weet je, kan het toch alleen? Hoezo moet daar iemand mee belasten? Ja joh, dat is zo weer gefixt, weet je wel. Volgende dag ben ik weer oké. Ja, wat denk ik ook vaak zo was, hè? De volgende dag voel je dan toch wel weer beter en dan laat je het weer links liggen. Ja, en dat heeft een andere reden, heb ik gemerkt. Dat is echt een stukje, ik noem het altijd een beetje onder het tapijt schuiven. Ja. We zijn ook niet gewend, omdat de eerste generatie dat ook vooral niet gewend is over onze emoties te hebben. Of echt daadwerkelijk te weten wat jij echt wilt of voelt of ervaart. Dat is iets wat wij onszelf niet hebben aangeleerd, of dat de eerste generatie dan niet heeft aangeleerd. Omdat we heel erg aanpasvermogens hebben, omdat we juist nu in een ander werelddeel van het land zitten dan in ons eigen land zitten. Dus dat maakt ook dat wij, of ja, in ieder geval in mijn familie, heel erg is van, ja, weet je wel, we zijn gered, letterlijk. Dus kijken we heel erg op naar het land die ons gered heeft. En dat zijn de Nederlanders in dit geval, zeg maar. Dus dat maakt ook, waardoor we ook onze eigen emoties of onze eigen problemen, zorgen, heel gauw opzij schuiven. En ja, maar weer instappen in de waan van de dag om maar daar te fixen, de dingen te doen die we mogen doen, kunnen doen, zeg maar. Ons werk, gewoon het dagelijks day-to-day dingen. Yeah. Hebben je ouders dat ook wel eens geuit? Is dat, want ik vraag me inderdaad af wat je zegt, onze ouders en de generatie daarvoor zijn naar dit stuk van de wereld gekomen en dat heeft verschillende redenen. Jouw ouders zijn inderdaad ook letterlijk de oorlog ontvlucht, hè? Yep. Mijn ouders, of tenminste mijn vader, is naar Duitsland gekomen voor studie. Dus op zich was dat niet een survival verhaal. Yep. Maar wel vanuit het verleden met de Nederlandse kolonie in het voormalige Nederlands-Indië, of wat nu Indonesië is.
Zit er natuurlijk ook een heel verhaal achter. Is het bij jou meer, merk jij dat het meer vanuit, zeg maar, dankbaarheid is? En ja, ook ja, dat je misschien het, dat ze het gevoel hebben van, ja, niet zeuren. Je bent hier ontvangen en je hebt het nu beter. Dus je moet niet gaan zeuren, niet moeilijk doen. Of is het ook iets wat ze hebben moeten leren omdat ze in een land komen waar misschien ook niet, waarbij ze misschien wel ontvangen zijn, maar niet meteen geaccepteerd zijn. En waarbij ze gemerkt hebben als je anders bent, dat je daar ja, misschien een vervelende ervaring mee hebt. Ik denk eerder echt de dankbaarheid. Ik herinner me nog, nu je dit zo aan me vraagt, ik herinner me nog altijd dat mijn opa eigenlijk altijd zei tegen iedereen van de familie, tegen zijn eigen kinderen, maar ook tegen alle schoonzwagers van de familie. We mogen dankbaar zijn dat we gered zijn en we blijven in het land van de persoon die ons gered heeft. Want ze hadden destijds ook een keuze om naar een ander land te gaan. Mm-hmm. Volgens mij was mijn opa toen geweest uit het verhaal wat ik dan heb begrepen. Is dat die zei van nee, we gaan naar het land toe die ons gered heeft, letterlijk. Van, daar zit heel veel dankbaarheid onder. En dat snap ik ook wel, want ik heb eigenlijk pas 2 jaar geleden, toen zij 40 jaar geleden hier naartoe gevlucht zijn, zeg maar, hebben ze een reunie gehad. En toen hebben we eindelijk ook meer van het verhaal gehoord voor hoe het voor hun was om te vluchten en eigenlijk echt te vrezen voor hun eigen leven. En zo dankbaar waren voor dat de Nederlanders hen gered heeft. En ik denk dat vooral in die tijd dat vooral voorop stond. Van de Nederlanders heeft ons gered. Ze werden ook echt wel heel liefdevol opgevangen. Want destijds waren ook allerlei gastgezinnen die klaarstonden om hen te helpen. Om hen in Nederland ja, een draai te vinden, een huis te vinden, een school te vinden voor de kinderen, een baan te vinden. En daar waren alle gastgezinnen voor. En die periode herken ik ook nog wel. Dat wij elke eens in zoveel tijd dan naar het gastgezin gingen. Dat die dan ook zo'n verhaal vertelde over hoe het dan in de opvangcentrums en et cetera was. Ik denk dat vooral voor de eerste generatie destijds vooral dat was om te surviven. En gewoon dankbaar te zijn dat men nog leeft inderdaad. Yeah. Ik denk dat ze misschien later pas hebben gemerkt van oh, we zijn toch wel anders met onze eigen culturele achtergronden, onze eigen tradities. En de een vond dat mooi en de ander vond dat raar. En ik denk dat ik daar zelf, toen ik op de basisschool zat, ook de meeste impact heb gevoeld dat ik anders was dan de andere kindjes. Ja. Ik zat op een best blanke school, mm-hmm. Waarvan ik een van de weinige buitenlanders was. Waardoor er ook fysiek naar me anders werd gekeken. Dat voelde je ook gewoon. Ik denk niet dat zij daar hele kwade bedoelingen bij hadden. Maar het heeft wel een impact op mij gehad, waardoor ik nog stiller werd, nog meer terughoudend dan ik ja, al was. Omdat ik me, één, de taal nog niet goed beheerste. Mijn ouders, ja, die spraken de taal eigenlijk niet. Dus ik heb het eigenlijk echt pas op de basisschool moeten aanleren wat de Nederlandse taal. Ik brekkig thuis mee, waardoor ik op een gegeven moment, ik denk dat ik een tijd gewoon echt niet heb gesproken, gewoon ook. Okay. Dat ik wel gewoon vriendjes had en vriendinnetjes had. Mm-hmm. Ik merkte wel altijd dat daar een groot verschil was tussen mij en hen. En ja, en dat heeft me wel ergens wel getekend in de loop van de jaren. En vooral merkte ik toen ik naar denk de HBO ging of naar de middelbare school, dat de vragen kwamen als, wat vind jij, wat wil jij? Dat ik daar echt van dicht sloeg, letterlijk. Van, hoe bedoel je, wat vind ik, wat wil jij? Dat was ik nooit gewend. Ik vond het vooral fijn om gewoon dingen uit te voeren. Geef me maar een taak en ik ben de beste in. En ik voer het uit.
En ik denk dat ik dat op mijn middelbare school en op HBO daar heel veel op die manier doorheen ben gekomen. En dat ik eigenlijk echt op mijn eerste baan, dat ik daar echt tegen de lamp aanliep van, maar wat wil jij? En toen dacht ik, wat bedoel je? wat wil ik? En het is zo gek om dat te horen nu, dat je dan daar gewoon van schrikt van, wat wil jij? Weet je, het is zo'n mooie vraag, alleen er wordt zo weinig over nagedacht. En vooral omdat je dat nooit hebt gekend in je jeugd ook. En ik denk dat dat er vooral ingeslopen ook is om echt voor jezelf te mogen staan. En echt voor jezelf te bepalen wat voor type leven je wilt, zeg maar. In plaats van te volgen volgens onze eigen tradities en culturele dingen. En dat is ook mooi. Mm-hmm. Maar daardoor merkte ik wel dat ik een soort identiteitscrisis heb gehad naar enerzijds het Westen in mij. Yeah. En anderzijds het Aziatische in mij. Ik denk dat dat ook een grote impact daarop heeft gehad van met die vraag van wat wil jij? Mm-hmm. Enerzijds merkte ik heel erg van ik ben ergens heel erg extrovert, heel erg outgoing. Ik vind het leuk om op te... Ergens vind ik het leuk om op de voorgrond te staan. Maar ergens vind ik het totaal niet leuk. Wil ik juist lekker mezelf een hoekje kruipen. Lekker kijken. Lekker leren. Lekker dingen opvangen. En vooral niet opvallen, zeg maar. Mm-hmm. En dat heb ik vooral echt wel afgelopen tijd. Heb ik die hele tijd die twee strijd in je. Dus inderdaad, waar we het net inderdaad ook over gehad hebben, is het stukje zichtbaarheid bijvoorbeeld. Weet je wel, wat ik net zei, ik vind het erg superleuk om op de voorgrond te staan. Maar ergens, doe maar niet, zeg maar. Mm-hmm. Dat gevoel heb ik nog steeds. Ook al doe ik nog steeds nu steeds meer podcasts. En vind ik het superleuk om met mensen te connecten. Om het verhaal te vertellen. Om daarmee in gesprek te gaan. Maar ergens in mij heeft het ook nog steeds van, nou, laat maar. Doe yeah. maar niet, weet je wel. Ik denk dat dat soort thematieken heel gekenmerkt voor de Aziatische community. En ik, waarom ik eigenlijk ook veel focus leg op zichtbaarheid en zelfverzekerdheid, is omdat ik denk ik, als die twee factoren de eerste opstap kunnen zijn naar jouw authentieke ik, zeg maar, ja, dan kan je zoveel meer voor jezelf doen. Want we zijn inderdaad vanuit onze achtergrond gewend om het altijd voor een ander te doen. En dat is dus, en dat is ook iets moois. Maar als jij, ja, ik zeg het altijd als een soort in het vliegtuig, de lijfvest, zeg maar. Je moet eerst jezelf helpen voordat je een ander kan helpen. Als jij niet voor jezelf durft te gaan staan en de dingen uitspreken, ja, dan is het ook niet lang houdbaar in jouw lange termijn leven. Dan heb je misschien op de korte termijn een hele rush gehad en voelt het super fijn. Maar als jij uiteindelijk niet de keuze maakt voor jezelf, ja, dan gaat het je op de lange termijn gaat het je echt wel nekken. Ja. En voor de ene gaat dat eerder komen als de ander. Maar ja, daar geloof ik heel erg in. En dat is ook de reden waarom ik zichtbaarheid op een authentieke manier wil benaderen voor de Aziatische community. Van, hey, je vooral in laten zien van wat voor... waardoor komt het eigenlijk? Waardoor wij eigenlijk best wel onzichtbaar zijn. Wat ik al zei, van toen ik dit pad opliep en ik eigenlijk heel erg miste om mijn gelijkgestemden te vinden die hetzelfde verhaal hadden, me echt in de koor begrepen wat ik zei en eigenlijk nog zelfs belichamen of voelen, ja. Dat heb ik heel gemist. En dat komt echt door de onzichtbaarheid. Want nu ik steeds meer in deze markt opga en met mensen connect en me uitspreek over deze thematieken, komen er steeds meer mensen op me af, waardoor ik echt denk, hé, ze zijn er wel. Want kijk maar, je bent er ook één. En, ja. En dat is super mooi om dit samen met elkaar te kunnen doen. Om samen meer dat veld te gaan betreden met elkaar, om aan te geven van, hey, het is aan de ene kant niet zo eng. Het is soms even door een zure appel bijten, maar vaak verlicht dat zoveel en ga je de lol erin zien en ga je het als een spel zien
En is zichtbaarheid eigenlijk gewoon superleuk? Want hoe leuk is het eigenlijk om gewoon te connecten met een ander? En daar ieders persoonlijk verhaal van te horen en dat te kunnen delen. En ja, dat vind ik eigenlijk een van de mooiste dingen van het leven ook. Ja. Om ja, nieuwe mensen ontmoeten en daar het verhaal te delen. Te kijken hoe we elkaar kunnen upliften en elkaar kunnen helpen. Om uiteindelijk een ieder dichter bij zichzelf te kunnen brengen. Nou ja, weet je, wat ik wel mooi vind ook is wat je net aangaf. Aan de ene kant zijn we heel erg gewend, of zijn we ook daarmee opgevoed van, hè, weet het, low-key. En alleen maar je mond open trekken als er naar gevraagd wordt of als je er echt verstand van hebt. Dat is ook iets wat ik herken. Ik ben van oorsprong, of tenminste, ik heb sociaal-pedagogische hulpverlening gestudeerd, social work. En ik heb daarna de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. En daar werd ik inderdaad ook steeds gevraagd van, wat wil jij? En werd er ook gezegd, ik vind, jij mag best meer van jezelf laten zien. Je bent te bescheiden, je mag assertiever zijn. En ik ben daar heel erg in getraind en ik werd daar ook in getraind. En ik wilde dat ook heel graag. En later bedacht ik ervan, fuck it, weet je wel, dit is niet mijn kracht. Zo verlies ik mijn kracht. Maar wat ik ook mooi vind, is eigenlijk op een gegeven moment, wat jij zegt van, dat je dan die keuze maakt van dat je steeds dingen doet voor anderen. Maar het ironische hiervan is, als jij die zichtbaarheid die we eigenlijk in de community missen, de Aziatische community. En ik weet dat zichtbaarheid op zich voor veel mensen, los van de culturen, een dingetje is. Maar als we het nu specifiek hebben over de Aziatische community, zie ik ook van, ja, maar je kan nog steeds dingen voor anderen doen, maar om dat te kunnen doen, moet je dus laten zien dat je bestaat. En dus moet je juist zichtbaar zijn. En dat is dan misschien net die mindshift die je voor jezelf moet maken. Want als je het niet voor jezelf kan doen, want dat heb ik ook nog steeds, een soort van, ja, ik hou er niet van als mensen zich op de borst slaan en hier ben ik. En dat is ook tegelijkertijd waar we het net ook over hebben gehad. Er zijn zoveel trainingen op het gebied van zichtbaarheid. Business coaches die met online trainingen komen. En manifestatie van jezelf, maar daarmee ook de dingen aantrekken. En dat paste nooit bij mij, want er was altijd iets dat ik dacht van, ja, het paste gewoon niet. Laat ik het daarop houden. Ja. Maar op een gegeven moment, het is de manier waarop het gebeurt en wat je zegt, die herkenning en dat je het samen doet. En nou, voor de luisteraars die me al langer kennen, weet het, ik heb altijd audio's opgenomen. Dus de tweede keer, nou de derde keer denk ik, maar in ieder geval de tweede keer dat ik ook de video erbij betrek. Dus ook inderdaad letterlijk mijn zichtbaarheid laat zien. Dat komt door Tan, want zij belde mij op een gegeven moment spontaan op van, zullen we vandaag de podcast opnemen? Nou, we hebben nou namelijk al eerder een podcast opgenomen, het ere van Vaderdag. Maar het feit dat die herkenning er is en het gevoel van, ik ben niet de enige, en inderdaad de identiteit, letterlijk en figuurlijk jezelf herkennen in, wij zijn allebei Aziatisch, maar we weten ook precies wat er speelt. Dan heb je wel het gevoel van, hé, ik ben niet de enige. En samen staan we toch sterker. Dus ja, wat dat betreft. En ik denk dat als je het zo kan zien. Dit is ook tegelijkertijd een uitnodiging natuurlijk. Naar alle verstopte Aziatische Nederlanders die nog misschien al net om zo al. Om maar eruit. Net zo om de hoek gluren of net zo dat ze dekentje zo optillen. Kom maar gewoon naar buiten. Kom maar naar buiten. Je bent niet alleen. Ja, vooral dat. Ja, ik denk dat wat je echt inderdaad ook heel mooi zegt, dat herken ik ook wel van. Ik had er ook echt altijd een allergie tegen. Gewoon dat zichtbaarheid en dat, bijna dat schreeuwerigheid. En daar is ook niks mis mee. Maar ik merkte inderdaad wat jij ook hebt van, dat past niet bij mij. En dat heb ik ook nog steeds. Maar ik had wel altijd, wat er altijd een van mijn coaches had tegen me zei, maar Tan, als jij het niet doet, wie ziet jou dan?
En dat heeft me toen zo geraakt. En hij zegt ook van, ga eens op zoek naar jouw manier. Hoe jij dat dan wel kan doen. Waardoor je wel je kan profileren. En juist je kracht laten zien wat jij te vertellen hebt. Ja. En vooral destijds toen ik werkte in corporate bedrijven. Dan moet je bijna eigenlijk wel. Als jij ja, een soort van hogerop wilt. Of een betere baan wilt. Dan is het gewoon van belang dat je laat zien wat je kan. Want het zou gek zijn als iemand ja, daar gewoon door... Ja, dat is bijna niet mogelijk. Vooral ook net als nu ook wat je zegt online. Er zijn zoveel mensen die in het werkveld zitten. En één, thank God. Want dat is ook gewoon nodig. Alleen, hoe kan iemand jou daar doorheen vinden? Ja. Is door jezelf zichtbaar te maken. Je verhaal te vertellen, het op jouw manier te doen. En bijvoorbeeld hoe dat voor mij is, is wat ik echt merk, is wat voor mij helpt, is mijn persoonlijk verhaal te vertellen, zodat mensen zich daaraan kunnen binden. Ja. Zodat mensen voelen van, hey, zij heeft het ook meegemaakt. Ik kan met haar erover hebben. En dat merk ik eigenlijk ook nu steeds meer in mijn coachinggesprekken, die ik één op één voer, is dat eigenlijk het meest voorkomende wat ik terugkrijg van... Ja, je begrijpt me echt. Ik merk gewoon dat je dat ook zelf hebt doorleefd. En anders heb je wel een vraag of methodiek waardoor je dat uit mij krijgt, zeg maar. En dat is denk ik ook wel waarom het zo van belang is, is om jezelf zichtbaar te houden. En ook ik heb echt wel momenten dat ik denk van, nou, echt nu even niet meer. Maar dat, je hoeft ook niet altijd aan te staan. Weet je wel, als op een gegeven moment pak ook lekker daarin je rust. Neem ook even de tijd om ja, daar gewoon even ruimte voor jezelf te creëren. Van ja, wat wil ik eigenlijk nu vertellen of delen? Wat raakt mij nu? Welk proces zit ik nu? Maar vooral als je in dit werkveld wilt zitten en de mensen wilt bereiken, is toch jezelf kwetsbaar op te stellen. Ja. Openstellen, te gaan connecten met anderen. En dat kan online en offline. Maar het is ook een... momenteel zitten we ook gewoon echt in digitalisering, waardoor de online wereld ook van belang is. En zoek daar je draai in door dingen gewoon te proberen. Zoals deel te nemen in andermans podcast. Begin anders met een blogje te schrijven of een comment onder andermans post te zetten, waardoor je stap voor stap ja, richting die zichtbaarheid gaat. Of zoek mensen die geprofessionaliseerd zijn in zichtbaarheid en ga daar het gesprek mee aan. Van hey, hoe kan ik dat doen? Welke stappen kan ik doen? Wat is voor jou wat comfortabel voelt? Ja, ga daar gewoon mee spelen en vooral hou het leuk. Vooral dat, weet je, geniet er vooral van dat je op een gegeven moment merkt van, hey, ik krijg er leuke feedback op. En het is niet per se dat ik het daarvoor doe, maar het is toch een soort, ja, weet je, weer een nieuwe connectie. En een aanmoediging ook gewoon. Ja, een aanmoediging. Ja, zeker. Ja. Dus inderdaad, de oproep om met z'n allen meer zichtbaar te worden. Ja. Ik sta er in ieder geval open voor. Ook daarvoor is mijn platform, mijn podcast Tan Helpt, het leven van de Aziatische Nederlanders, is daar ter beschikking voor. Mocht je de behoefte voelen om je verhaal te sharen in mijn netwerk, wees welkom. Ja, ik vind het gewoon heel mooi werk momenteel om dit te mogen doen. En dit... ja, voor onze community terug te doen. Dat is vooral wat in mijn hart voelt dat ik dit nu mag doen. Ja, heel mooi. Hele mooie missie. En ik heb er ook alleen maar respect voor. Ik zal sowieso je gegevens ook in de show notes. Dat is ook zo'n show, weet je wel. Dat show geeft notes. Mij ook een bepaald gevoel. Maar alle gegevens waarmee je in contact kan komen met Tan, die zal ik allemaal noemen. Want doe het inderdaad, als je het niet voor jezelf, als je het alleen maar voor jezelf kunt of wilt doen, hou er dan ook rekening mee dat je het niet alleen voor jezelf doet. Want je doet het ook voor anderen. En anderen kunnen wat aan jou hebben. En al is het maar één persoon die je ermee helpt, weet je, dat is weer één persoon die je geholpen hebt.
En die persoon kan weer iemand en zo creëren dat hele sneeuwbaleffect. Ja, precies. En dat is, wat dat betreft kunnen we meer impact maken dan we denken. Misschien is dat ook deels de valse bescheidenheid. Tenminste, die herken ik zelf wel van, ja, nou ja, wat is, ja, van, ja, wat voor impact maak ik? Of weet je wel, weet het, wat, dat verhaal wat ik te vertellen heb, ja, wie boeit dat nou? Maar ja, dat is hem juist. Het is, je weet nooit wie je daarmee raakt. En het is inderdaad de connectie. Ik bedoel, zo heb ik ook jou gevonden. En als jij niet inderdaad online of weet het, zichtbaar was, dan had ik je niet gevonden. Dus dat is zeker waar. Nee. Want, precies. Wat zou jij nog? Is er nog iets wat je echt zou willen delen of wil meegeven aan de luisteraars? En dan niet specifiek misschien voor de Aziatische community, of juist wel, maar. Dat is, ja. En dan met betrekking tot ons thema, neem ik aan. Hè? Gewoon, Nou, als er iets anders binnenvalt, dan weet het wat we niet getackled hebben. Van hoop. Een hoop, ja, precies. Ik wou net zeggen, wat dat betreft. Lang niet uitgepraat. Maar... Nee, precies. Wat me vooral te binnen schiet, is jouw doelgroep is natuurlijk de multiwoman. Ja. Dat vind ik ook allereerst super gaaf dat je dit doet, om je daarop te richten. Dus voor een vrouw zijn er nog steeds, ongeacht dat we nu 2021 zitten, merk ik dat het nog steeds een markt is waarin we soms heel hard moeten werken. En wat ik eigenlijk vooral aan je doelgroep wil meegeven is: blijf elkaar supporten. Blijf los van het feit als het voor jezelf zwaar voelt, altijd vanuit liefde en compassie naar de ander komen. Want je weet maar nooit hoe we elkaar kunnen helpen. Maar ook juist door te blijven supporten, zal de ander je ook supporten. En dat is zo nodig in deze tijd. Het upliften van elkaar, het blijven verbinden met elkaar. Elkaar gaan aansterken en echt te gaan geloven dat, als je als ondernemer hierin zit, dat het werkveld echt groot genoeg is voor iedereen. En dat je niet in angst hoeft te leven dat jou iets dan ontnomen wordt. Nee, ik geloof echt in, er is geen concurrentie. En ik denk vooral omdat wij vrouwen best wel hard moeten werken, sluipt dat soms best wel in die angst van, hey, er zijn zoveel business coaches, er zijn zoveel mensen die zich op vrouwen richten of op een bepaalde doelgroep richten of een bepaalde concept hebben of een product hebben wat op de mijne lijkt. Nee, blijf echt vooral geloven in wat jij mag komen doen. En als er andere mensen op je pad komen die hetzelfde doen, ga elkaar aansterken. Ga van elkaar leren. Ga op onderzoek uit van, hey, hoe kunnen we allebei ons product beter ontwikkelen, zodat we het grotere groep kunnen opvangen. Blijf echt intunen op dat waarom je in eerste instantie bent gestart om te gaan doen. Want soms verliezen wij uit het oog door alle waan van de dag, door alles wat er om ons heen gebeurt, door de druk die je voelt om toch financieel het geld op je bank te krijgen om maar je vaste lasten te kunnen betalen. Blijf doorzetten. Dat is echt mijn tip voor iedereen. Het is echt geen makkelijke tijd. Maar ik geloof er heel erg in, als jij diep in je hart hebt gevoeld van, hey, dit is wat ik kom doen, blijf doorzetten en zoek hulp. Zoek ook als ondernemer hulp bij datgene wat je aan het doen bent. Om maar gewoon ook uit jouw eigen oude overtuigingen, patronen te kunnen stappen om weer dat licht te kunnen schijnen voor waarvoor je bent gekomen. Dat is eigenlijk wat ik ook wel merk naar vrouwen naar elkaar toe. En ik ben echt wel blij dat het steeds meer gebeurt. Maar blijf daarop intunen. Blijf echt daarop intunen. Ja, mooi. Dankjewel. Ook, ik denk dat het altijd een hele goede reminder is. Die we niet vaak genoeg kunnen horen.
Want wat je zegt, in de waan van de dag zitten we dan meer op de overlevingsstand en wordt de wereld heel beperkt. En samen, ja, samen staan we toch echt sterker. Maar wees ook bewust en selectief, denk ik, met wie je de connectie zoekt. Want ja, het moet goed voelen. Dat is denk ik wel, dat blijft ook belangrijk. Zeker. Dat ja. is een mooie aanvulling. Ja, zeker. Dat raad ik echt wel iedereen aan om echt van even eerst te checken van hey, voelt deze persoon goed voor me om daar samen mee te werken, et cetera, et cetera. Ja, precies. Dat blijft heel belangrijk. En Claudia, dus voor jou dan. Want ja, ik bedoel, zichtbaarheid, daar stap je nu vol in. Ik vind het echt onwijs te zien hoe jij dit toch aanpakt en gewoon doet. En eigenlijk ook gewoon weer opnieuw boost geeft aan jouw podcast en aan je business. Ja, wat doet het met jou? Ik bedoel, we hebben elkaar net pas ontmoet, maar je bent toch die stappen aan het zetten. Kan je ons een beetje meenemen in wat er bij jou gebeurt de afgelopen tijd? Ja, leuke vraag en dankjewel ook. Nou ja, het is voor mij ook een hele reis geweest in die zin van de innerlijke strijd. Van deels ook dat gevoel hebben dat, wat jij zei over, enerzijds vind ik het ook leuk om mijn verhaal te doen en dat er naar me geluisterd wordt, dat ik in het middelpunt sta op een bepaalde manier. Maar ik vind het ook heel fijn om me terug te trekken en de waarnemer te zijn. Die combinatie maakt het wel dat ik in mijn kracht blijf. Dat stukje van video, dat is wel een ding. Dat is echt, ja, daar heb ik heel erg mee geworsteld. En weet je, nou, misschien wel herkenbaar voor sommigen, maar dan maak je een opname en dan denk je, nou doe ik het. En dan neem je jezelf op en dan kijk je terug en dan is er altijd wel iets waar je niet tevreden over bent. En dan doe je, en al fijn, 10 opnames later denk je, nou laat maar. Maar goed, op een gegeven moment dacht ik ook van, ja Claudia, hoeveel jaar ben je er eigenlijk niet mee bezig? Op een gegeven moment werd ik ook een beetje zat, was ik ook zat van, weet je wel. Ik hoorde mezelf natuurlijk ook steeds hardop praten van, ja ik ga het nu doen en dan weer niet. Je stelt jezelf teleur. Dat is gewoon elke keer een teleurstelling voor jezelf. En dat is niet echt een goede boost voor je zelfvertrouwen. Dus op een gegeven moment stond ik ook ergens van, ja, ik ga er iets mee doen, maar ik weet nog niet wanneer. Want ik heb wel zoiets van, ik doe het wel op mijn manier en op mijn moment. Als ik er het gevoel bij heb van, oké, niemand pusht me, ik doe het niet voor anderen. Ik doe het puur omdat ik het echt wil vanuit mezelf. Ja. En nou ja, nu die zichtbaarheid. Kijk, dat, ja, ik denk dat het toch echt wel dankzij jou is. 2 weken geleden die spontane actie en ik kon niet nadenken. Nou, ik kon wel nadenken, maar het was voor mij oké, met name mijn enthousiasme was leading hierin, want ik wilde heel graag die podcast met jou opnemen. En ik dacht van dat gebeurt over 2 weken. Nou, en dat werd dan, ik kwam net thuis en ja, heb je nu tijd? En toen, ja, tuurlijk! En dat was een hele goede manier, zeg maar, om dan toch over die drempel te stappen, of eigenlijk gewoon, ja, niet over na te denken. Dus ja, en ik merk nu dat, ja, sinds die ene keer met jou is dat nu voor mij ook makkelijker. En dan ga ik het nu ook gewoon vragen voor mijn eigen podcast. Als iemand daar bezwaar tegen heeft, natuurlijk alleen maar audio. Ik bedoel, ik pas me wel aan mijn gast. Ja. Ja. Maar als die gast, ja, ik zeg het wel. Weet je, van, we nemen het gewoon op. En ja, dus wat dat betreft, komt dat door jou? Jouw schuld? Yes! Weer eentje bij geholpen. Ja. One down. Many to go. Yes, next one. Kom maar door. Ja, dat perfectionisme echt ook, weet je wel, over het hek gooien. Ja, de tip daarbij is echt gewoon doen. En wat ik gewoon zo mooi vond aan jou is dat je ergens inderdaad die adrenaline rush voelt. Dat zeg ik altijd, dat is een vorm van, ook gewoon van leven. We missen soms die excitement, ja. En ik ben daar zelf best wel sterk in. Ik jump heel veel, zeg maar. In de zin van, oh, als er iets is, dan jump ik wel. En dan vind ik het superleuk. Ik moet dat bijna hebben, omdat ik anders een soort van vlak leven, dood leven heb, zeg maar. Flatline.
Ja, de flatline, zeg maar. Dat zeg ik altijd. Dit is zeg maar een hartslag en dit is een flatline. Dan ben je eigenlijk dood. En toevallig had ik het ook laatst met een coach over. Die zei ook van, ja, ik merk gewoon dat ik ja, echt de laatste tijd gewoon op ja, relaxed mode alles aan het doen ben. Maar daar word ik ook eigenlijk helemaal niet happy van. Dus ik zeg, nou, ga dingen eens uit je comfortzone doen. Weet je, wat voelt voor jou nu goed om te gaan doen? En toen borrelde echt van alles op en je zag hem echt opliften, letterlijk. Van, wauw, dit heb ik gemist, zeg maar. En dat is ook wel echt iets, eigenlijk zo simpel, is als je iets denkt dat je wilt doen, ga het gewoon doen. Want wat is het ergste wat er kan gebeuren? Dat is eigenlijk altijd wat ik zeg. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Nou, dood ga je waarschijnlijk niet. Maar, nee, maar, ja. Andere discussie. Ja, misschien voelt het wat ongemakkelijk. En misschien voelt het wat pijnlijk. Ziet het er misschien stom uit. Maar ergens merk ik eigenlijk altijd wel dat iedereen op een gegeven moment heeft zo, wauw, oh, dit was vet, dit was leuk. I want more, zeg maar. En dat merk ik ook bij jou nu. En dat vind ik zo leuk dat het weer aan is gegaan. Als je een soort van je vlammetje weer aan is gegaan. Want dat is ook wel, denk ik, wat heel veel mensen momenteel ook wel ergens in hunzelf ook voelen. Van, ja, het is allemaal even zo. En we zijn toch weer aan, ik denk dat ook nu de tijd is van het jaar, de zomer, creatietijd, dat men gewoon even iets anders wil doen dan de structurele dingen. En dat kan al door gewoon iets heel kleins. Door te zeggen van, nou, normaliter doe ik altijd deze soorten sporten. Ga eens een keer een proefles draaien bij een sport wat je eigenlijk altijd had willen uitproberen. Maar te eng vindt omdat daar weer nieuwe mensen zijn en dat je dan niet goed genoeg bent omdat ik dat nog niet kan. Dus daarom doe ik het maar niet. Ja, weet je. En dat is echt wel iets wat ik iedereen eigenlijk wil motiveren. Ga deze week iets doen wat je in jezelf had dacht van, nou, ik wil dat altijd doen. Maar ik heb nooit gedaan, nooit tijd voor gemaakt. Gewoon niet prioriteit voor gemaakt. Maar ga het gewoon doen. En deel aan ons wat ik wil net zeggen. Zet het in de comments. En dan gaan we over een week gaan we checken of je het hebt gedaan. Of dat je hebt aangemeld. Ja, leuk. Ja. Ja. Maar wat ga jij dan nog? Wat wil jij dan nog doen? Als afsluiter? Oh ja. Je zegt het wel zo heel leuk. Ga je iets doen? Maar jij dan? Oh, ja. Oké, even kijken. Ja, ik wilde heel graag weer deze komende tijd weer gaan sporten. Okay. Ik heb wel een hoop al best wel uitgeprobeerd. Maar ik ga een proeflesje doen bij, ja, of zo'n soort crossfit-achtige les. Wot of een van die andere. Want ik heb wel eens al gekickboxd en yoga, dat soort dingen gedaan. Maar ik denk dat ik dat ergens een proeflesje ga draaien. Oké. Okay, en jij? Oké. Deze had je kunnen verwachten. Ja. Oh jeetje. Nou ja, niet zozeer dat ik een lesje of zo wil volgen. Maar ik zat laatst wel dat ik weer wil gaan tekenen. Kleuren tekenen. Ik wil gewoon weer creatief bezig en fotograferen. Want ik heb een cursus fotografie gedaan, maar ik doe er eigenlijk niet zoveel mee. En ik vergeet gewoon foto's te maken. Doe je buiten fotografie? Of, Ja, gewoon inderdaad. Gewoon voor de lol eigenlijk dingen vastleggen en ergens naartoe gaan. En gewoon weer die, ja. Ik hou ervan. Ik hou erg van fotografie. Maar dat zit nou, ik bedoel, in mijn foto's zit heel veilig in mijn rugzak. Dus dit is your challenge for the week. Leuk. Yeah. We gaan het allebei doen. Ik ben heel benieuwd. Ja, leuk. Oké, nou, een mooie afsluiter. Dus lieve luisteraars, zet jouw plannen, ideeën hieronder in de comments. Of hiernaast, ik weet eigenlijk niet. Hangt er vanaf van welk social media je weet het. Ergens rondom deze podcast. Reageer. Of je mag het ook via een DM doen, via Instagram. En je kunt zelfs een voice message sturen. Als je, dat gaat nog makkelijker. Maar deel het met ons. De gegevens worden straks hieronder genoemd. Dus we kijken er naar uit. En jij, Tan, heel erg bedankt voor alles wat je doet natuurlijk. En dat je ook hier weer, of dat je bij mij te gast wilde zijn.
En we keep in touch. Ja, jullie bedankt. En lieve luisteraars, vergeet niet te liken en te abonneren. Ja. Thank you so much for your time and for listening. Don't forget to subscribe on Spotify and Apple Podcasts for free notifications. Take care of you, and as always, wishing you a beautiful day.